Hermanos y hermanas van Team Janico, super goed dat jullie er zijn en welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie hebben kunnen zien aan de titel heb ik vandaag de 5 beste future spelers in één draft. Ongelooflijk ziek. Ik weet niet of dat iets normaals is of dat jullie ook is gelukt. Maar ik kreeg heel erg het idee dat het echt super zeldzaam was. Omdat ik dus ook bij mijn tegenstanders in deze draft heb ik volgens mij maar één future speler tegengekomen. En ik heb letterlijk de 5 beste in één draft weten te krijgen. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe ze spelen, wat ik ervan vind. We gaan het erover hebben en ik ga natuurlijk proberen de draft te winnen. Dus blijf sowieso kijken. Naast dat heb ik nog even een ander berichtje wat wel belangrijk is. De laatste tijd is de support op dit kanaal echt ongelooflijk, boys. De views, de comments, de likes op Instagram. Jullie helpen me echt ontzettend. We hebben het fucking leuk met z'n allen. Ik geniet ervan. Jullie als het goed is ook. En ik wil jullie gewoon heel erg bedanken daarvoor. Alleen daar wil ik wel één dingetje over zeggen. Ik hoor heel vaak en ik krijg heel vaak de comment: Yannick, waarom heb je zo weinig abonnees? Yannick, waarom heb je zo weinig abonnees? Weet je, het is niet erg, weet je. Ik vind het in ieder geval niet erg. Maar jullie vragen het vooral heel vaak af. En ik heb het idee dat kijk, ik vraag niet heel vaak of jullie willen abonneren op mijn kanaal. Ik gooi het soms tussendoor, weet je wel. En het staat onderin ergens. Maar ik heb het nooit echt heel direct gevraagd. Dus ik dacht van, oké, weet je wat, ik ga gewoon in deze video die je nu aan het kijken bent voor één keer super direct aan je vragen. Zit je te kijken, vind je dit tof, kijk je normaal mijn content, vind je het leuk, kijk je mijn livestreams, noem maar op. Abonneer dan alsjeblieft op dit moment op mijn kanaal. Echt waar, het gaat gewoon helpen om in de toekomst veel toffere video's nog te kunnen maken. Want je kanaal wordt gewoon sterker, het is veel beter voor je views. En ja, ik zou het gewoon waarderen als we met z'n allen groter worden. De views zijn geweldig, dus laten we ook gewoon één keer een vette boost geven aan de abonnees, boys. Dus als je zit te kijken, je bent nog niet geabonneerd, doe dat alsjeblieft. Het is gratis, je mist niks van al mijn content. Druk dat belletje in en laten we gewoon gaan kijken naar die draft. Goed, hermanos, zoals jullie kunnen zien is dit de draft waar ik het over had. Vinicius Junior 92, Aouar 91, Arthur 90, Mendy 87, De Ligt op de bank 92, Justin Kluivert 87. Het is echt ongelooflijk hoeveel wij van die future stars in deze draft hebben. En we gaan ze allemaal proberen vandaag. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. We hebben hier nog een Van Dijk, we hebben nog een Mbappé, we hebben Raul Prime, we hebben Alba. Echt super toffe spelers. Laten we gewoon meteen op zoek gaan naar de eerste tegenstander. En ik zou het heel tof vinden als jij het duimpje omhoog zou kunnen gooien. Laten we gaan voor 800 duimpjes omhoog op deze video. En dan ga ik op zoek naar de eerste tegenstander. En daar is onze eerste tegenstander, jongens. 0 future kaarten in zijn team. Ik dacht nog heel even van, is het nu gewoon standaard dat je al die future kaarten krijgt? Maar volgens mij hebben we gewoon heel veel geluk gehad. Dit is zijn team. Gattuso, Mbappé in vorm. Costa, wel team of the year. Marcelo, super dik. Ramos ernaast. Ik ben erg benieuwd. Zoals jullie weten wordt natuurlijk gezegd van die Vinicius Junior dat de nieuwe Neymar is. Dat hij misschien wel beter is dan Neymar, zelfs in FIFA. Vandaag gaan we erachter komen, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga Matthijs de Ligt ook gewoon in de basis zetten. Gewoon puur om hem te proberen. Ja, laten we gewoon op zoek gaan naar die eerste goal, man. Aouar. Eerste balcontact van Vinicius. Zo, wat is hij snel. Zo, wat is hij snel. Oh, die bewegingen zijn niet normaal. Dat zie ik direct. Kijk eens even. Zo. Hij beweegt zo snel, jongens. Zo, serieus. Wauw. Niet normaal hoe hij die kappen doet en zo. Even kijken. Komen we daardoor meteen in een hele goede positie om te schieten. Op de lat. Nog een keer in de rebound dan. Nee. Oké, Vinicius. Is hij weg? Vinicius. Zo. Vinicius. Hij scoort hem gewoon. Wat een goal. De keeper was uit zijn doel. En ik denk ik schiet hem gewoon. En ik time hem perfect. Vinicius Junior, jongens. Ik heb om heel eerlijk te zijn, heb ik helemaal nog niet zoveel gezien van hem in het echt. Ik kijk natuurlijk alle Barcelona-wedstrijden, maar die van Real Madrid sla ik eigenlijk in principe altijd over. Ja, dus laat vooral even hieronder weten wat jij van hem vindt. Is hij echt de hype waard? Is hij echt die nieuwe Neymar? Hoe speelt hij überhaupt bij Real Madrid? Laat me dat weten. Er zullen wel wat diehard Real Madrid-fans hier zijn. Die weten er waarschijnlijk alles van. Zo niet Braziliaanse fans. Want ik weet dat gewoon niet. Dus ik zou het gewoon tof vinden om daarmee daarover met jullie in gesprek te gaan, man. Ik lees sowieso alle comments. Ik reageer er altijd op. Dus laat het me weten, man. Ik ben erg benieuwd. In ieder geval, die 1-0, die is binnen. Wat een beweging heeft hij toch in huis. Hij is zo snel, jongens. Dat is niet normaal. Even serieus. Zijn snelheid en de manier waarop hij constant weer de bal terugkrijgt, is niet normaal. En dan Dembele, tuurlijk. Op de rechtsbuiten. Ousmane Dembele weet het goed af te maken. Maar het hele beginnende werk is dus opnieuw van die geweldige speler. 92 rating. Tot nu toe ben ik positief. Tot nu toe ben ik heel erg positief over hem. Maar ja, het kan natuurlijk ook gewoon even een vibe zijn dat alles lukt. Voor hetzelfde geld, volgende wedstrijd lukt dat allemaal niet. Maar daarvoor doen we deze draft. En daarom wilde ik graag aan jullie laten zien hoe hij speelt. Want misschien is het jullie niet gelukt om hem te krijgen in een draft. Of misschien
Ja, vinden jullie het gewoon chill om zoiets te weten. Daarom ga ik ook Matthijs de Ligt er nog even in doen. Heb ik aan het begin van de video gezegd. Ik druk meteen op start. Ik weet zeker dat er heel veel jongens, van de jongens die dit kijken, ook geïnteresseerd zijn in Matthijs de Ligt. Die gaan we natuurlijk gewoon voor Alvaro erin wisselen. Kijk eens jongens, 92 de Ligt. Weet je wat, Kluivert wil ik er eigenlijk ook gewoon serieus in. Dus ik zet Kluivert gewoon op de rechtsbuiten. Ik weet dat dat niet helemaal zijn positie is. Maar puur om hem te testen, puur om hier gewoon een video van te maken waarin jullie kunnen checken hoe goed die spelers zijn. Of in ieder geval hoe goed ze spelen in deze draft. Ga ik ze gewoon allemaal gebruiken, lijkt me het leukst. Goed rol, tuurlijk, dit is een goal. 3-0 jongens, na 32 minuten. Ongelofelijke dominantie in deze wedstrijd. En volgens mij hebben we geen één schot op doel tegen gehad. Junior geweldig, Arthur speelde goed, Aouar speelde goed. De Ligt speelde goed voor de minuten die erin stond. Ook Kluivert. Maar we gaan in ieder geval door naar de volgende wedstrijd, boys. En tot nu toe ziet het er heel goed uit voor de Future Stars. Goed jongens, de tweede tegenstander. Opnieuw geen Future Stars erin. Wel Messi Team of the Year. Davidson Sanchez, Once to Watch Felipe Anderson, Gareth Bale. Een leuke draft, maar ja, ik denk dat we dit gewoon moeten oprollen, man. Let's go. Goed jongens, daar gaan we. Justin Kluivert is weg. Justin Kluivert is weg. Kapt hem één keer terug. Zoek de 16 op. Er is ruimte hier. Wie is dit? Casemiro. En hij schiet hem net naast. Hoe dan? Misschien dat hij nu gaat komen. Misschien dat hij nu gaat komen. Wat een schot hier van Aouar. Hij scoort hem in de rechterbovenkruising. Dit is heerlijk hoor. Houssem Aouar, 91 rating. Het grote talent van Olympique Lyon. Een perfect timing in de kruising, boys. En we staan 1-0 voor in deze tweede ronde van de draft. Let's go. Ja, die Aouar. Die Aouar die draait zo heerlijk, jongens. Serieus, die Aouar. Kluivert dan. Wat een knal, jongen. Wat een streep van Justin Kluivert, jongen. 87 rating. Gewoon op de rechtsbuiten. Wat ik wel heel jammer vind, is dat als iemand dan zo'n speciale kaart krijgt, zo'n future card, dat hij dan nog niet zijn gameface heeft. Dat vind ik echt oprecht jammer. Jammer dat ze dat niet hebben kunnen fixen. Ik vind dat als je dus een soort van speciaal item maakt van iemand, dat hij er op zijn minst wel ook een soort van uit moet zien zoals hij in het echt eruit ziet. Anders voelt het gewoon zo, ja. Weet je, ik speel gewoon met een random speler waar Justin Kluivert bij staat. Dat vind ik dan wel jammer. Allez, le bleu, allez. Oh, deze had ik niet verwacht. Deze had ik serieus niet verwacht. 2-0 voor en ook een rage quit. Dat betekent dat we de eerste wedstrijd en de tweede wedstrijd beide hebben gewonnen op een rage quit. Super chill. Ja, wat wil je dat ik zeg, jongens? 5 doelpunten voor, 0 doelpunten tegen. En ze spelen geweldig tot nu toe, man. Op naar de halve finale. Wat ik me trouwens echt serieus begin af te vragen na het zien van zijn team. Hij heeft dus geen future players ook. Hij heeft team op de groep steeds Neymar. Hij heeft Once to Watch Ronaldo. Wat natuurlijk allemaal super ziek is. Maar niemand van de drie tegenstanders tegen wie ik gespeeld heb, heeft dus die future stars. In hoeverre heb ik dan echt heel veel geluk gehad met deze draft? Ik weet het niet. Hey jongens, ik zeg eerlijk man, die Vinicius is vet. Maar volgens mij, die Aouar, die is echt helemaal gestoord. Dat is echt niet normaal. Oeh, wat een schot jongens. Wat een redding hier in de 30ste minuut. Wat een goal. Wat een goal. Raul, prime Raul. Oh mijn god. Ik zou gewoon de wedstrijd verlaten. Lekker boys. 1-0 voor, halve finale man. Let's go. We willen hem winnen. We willen hem winnen. Maar echt jongens, die Aouar, what the fuck? Oké, okay, Vinicius. Gaat dit een 1-op-1 worden? Vinicius. Boom! Oh mijn god. Oh mijn god, hoe kan die op de paal? Dembele via rechts. Moet terug. Wat is er op de 16? Aouar op de 16. Aouar op de 16. Tuurlijk jongen, wat is hij goed hè. Oh, ik ga echt serieus overwegen om hem in mijn team te zetten. Echt, ik ga iets zoeken om hem in mijn team te zetten. Ik ben ook heel erg benieuwd naar Guendouzi. Volgens mij is dat een speler die daar een beetje op lijkt. Twee Franse middenvelders. Twee hele grote talenten. Oh, jongens, dit is wel genieten hoor, dit. Zo, het spelen ze goed. Goed, boys, dat was hem dan. De halve finale. We zitten gewoon in de finale. 0 doelpunten tegen.
2 rage quits en 1 keer normaal gewonnen. En ik geloof werkelijk niet wat ik zie. Ik weet niet of het toevallig deze draft is of dat het altijd zo is met die spelers. Maar ze spelen serieus beter dan welke speler dan ook ik dit hele seizoen gebruikt heb. Inclusief icons, inclusief Team of the Year shit. Dit is echt niet normaal. Er mannen hier, mannen van Team Yannigo. Dan is het gewoon tijd voor de finale. Inform Kante, Inform Silva en Icon. En nu wel voor de eerste keer een Future Star. Volgens mij is dat Alexander Arnold, als ik het goed heb. En de Gea Abdul, Team of the Group Stage. Ik ben erg benieuwd. Het zou heel tof zijn als we die nul doelpunten kunnen houden. Nul doelpunten tegen. Het zou heel dik zijn. Als je nu nog zit te kijken, je hebt je duimpje nog niet omhoog gedaan. We willen vandaag voor die 800 duimpjes omhoog gaan. Ik zou het heel tof vinden als je duimpje omhoog gooit. Abonneer ook op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk dat belletje in. Dan ga ik zorgen dat deze finale gewonnen wordt. Let's go. Kom op. Nu moet je gaan, Vinicius. Oh, wat een kans weer. Tuurlijk, ik probeer het ook wel misschien net iets te mooi. Maar op zich, ik had 2 man bij me. Het was op zich wel de goede skill move op dat moment. Maar hij wou niet. Oh, wat komen we dichtbij steeds. Hoeveel kansen hebben we gehad? 7 tegen 4. Oké. Okay. Mbappé, doe het jongen. Doe het jongen. Tuurlijk, wat een goal. Kom op. Wordt helemaal gek jongens. Echt een spannende finale. Niet normaal. Ik stel me te stressen hier jongens op de zondagmiddag. Ongelooflijk. Spannender dan de weekend league. Ik wil zo graag deze draft winnen gewoon. Vinicius. Awar. Wat een goal, jongen. Heerlijk stuurt hij daar die verdediger op het middenveld. Bij de 16. En dan maakt hem gewoon af buitenkant schoen. Echt die Awar, jongens. Ongelooflijk, jongens. 2-0, finale. Come on. Op de paal nog. Lekker, boys. We hebben hem gewoon. Wat een draft was dit. Misschien wel een van de leukste drafts die ik dit seizoen gespeeld heb. Echt waar. Serieus, deze was echt top. Spanning, sensatie, goals, alles. En volgens mij hebben we 0 doelpunten tegen gehad. Is dat zo? Hebben we 0 doelpunten tegen gehad in deze draft? 3-0, 2-0, 2-0, 2-0. Lekker man. Heerlijk. 9 doelpunten, 0 tegen. Wat gaan we krijgen uit de rewards? Ben benieuwd. Een zeldzaam spelerspakket en een goudpakket. Oké, ik ben benieuwd. Allee, le bleu, allee. Oké, eerste goudpakket, boys. Niks, dus die klikken we door. Serieus een leuke draft, man. Dus voor de mensen die dit gekeken hebben, echt, die Future Stars spelen top. In ieder geval in de draft. Ik kan je niet beloven dat ze ook in jouw team zullen spelen, want ik weet niet altijd of de draft gameplay hetzelfde is als de Weekend League gameplay bijvoorbeeld. Maar in ieder geval fucking leuk. En echt positief verrast. Super ziek. Alleen, het enige minpuntje dan vind ik dat Justin Kluivert niet die gameface heeft. Maar dat is natuurlijk een klein dingetje. Maar goed, waarschijnlijk vinden sommigen van jullie dat ook wel belangrijk. Zoals jullie kunnen zien, niks gepakt uit de draft. Ook wel herkenbaar. Ik heb ondertussen zoveel drafts gespeeld dit jaar. En eigenlijk alle rewards lijken een beetje hierop. Super slecht. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het berichtje gezien hebt aan het begin van de video. Ik zou het heel tof vinden als je zou willen abonneren op dit kanaal. Echt, de views gaan geweldig. De comments zijn altijd leuk. Jullie stellen zoveel vragen. En we hebben gewoon hele leuke gesprekken over FIFA, over voetbal, over van alles en nog wat. Ik ben aan het genieten. Ik hoop jullie ook. En nogmaals, abonneer op mijn kanaal. Druk dat belletje in. En zorg ervoor dat deze video 800 likes krijgt. En ik zie jullie snel. Hermanos y hermanas van Team Yannigo. Hasta la próxima.